Nou, ik heb nog maar 10 minuten, want we gaan eten. We zijn hier veel te laat, heeft weer veel te uren gezeurd. Maar dit is de meest beroemde elektroniummarkt van Shenzhen. Alle onderdelen kun je daar krijgen, alle telefoons, alles repareren. Een hele speciale prijs. Gaat over 20 minuten dicht, dus we gaan daar heel snel doorheen. Kom. Niemand spreekt hier Engels. Maar goed, we hebben hier een heleboel Bluetooth dingetjes. Is it good? Is it okay? Okay? Is it good? No. Mooi geluid. Mooi geluid. Mooie kastjes. En niemand spreekt weer Engels. Hartstikke mooi. What is that? Smoking. Smoking. Digital cigarette. Yes, yeah. Yeah. How much is it? Vic. How much? Vic. Yes, nice packaging. Looks beautiful. God, I really want to start smoking again. Thank you. Dit is mooi. Ik dacht echt dat het schilderij was, maar de melk is ook echt gewoon aan het vloeien. Deze kost 7000 RMB. Dus gedeelde 8, ongeveer 800, 900 euro. Deze wil je toch gewoon aan de muur hebben hangen? Dat is toch fantastisch? En deze kost iets van 150 euro. Echt, heb je gewoon een schoolbord. Kijk, het is wel aardig om even te zien. Dit is dus heel bekend. Je kunt hier alles krijgen, je kunt hier 3D alles uitprinten, alle onderdelen. Wauw, dit is gewoon een mooie spiegel met camera erbij. Dit begint leuk te worden. How much is this? 50 euro voor zo'n scherm, dat is toch echt gewoon waanzinnig. Dat wil ik gewoon zelf in mijn Tesla hebben. Nice. Kijk, een robotje hier. This robot speak English or only Chinese? Can speak a little English. Better Chinese? Yes. Hele normale dingen. Beautiful. I'll come back tomorrow. I want one. Het is wel eindeloos spelen hier, zeg. Jezus, Mina. Oké, hier zit iedereen te relaxen. Dat is echt gewoon van... Als je naar Shenzhen gaat, dan kun je ook gewoon alles laten maken. Dus je schermpje is kapot, je geheugen moet uitgebreid worden. Dus we zijn hier, hebben alle spullen op voorraad. Nieuwe harde schijf erin van 1 terabyte in plaats van die 100 gigabyte. Dat kun je hier gewoon allemaal regelen. Wordt meteen voor je gedaan. Maar kijk, het is toch prachtig, zo'n mooie watergekoelde. Elke gamer wordt hier toch helemaal geil van. En hier is nog een mooiere versie. Dit wil een mens toch gewoon thuis hebben. Dat lijkt me echt helemaal fantastisch. Het wordt hier ook heel veilig opgeborgen. Dat zie je wel gewoon. Dit zorgt er wel voor dat niemand hier komt. Ik vind het toch wel een redelijke mate van vertrouwen. Ik vind dit wel een leuke. Hallo. How much? Iedereen is in paniek, want niemand weet hoe je hier een woord Engels spreekt. Ze zeiden dat China het meest Engels sprekende land ter wereld zou worden, maar ik merk er nog helemaal geen moer van. I can speak English. That's wonderful. You are a very special person. And what can it do? Can it move? Yeah. Can it move and can it follow me? Hij kan me volgen, hij kan antwoord geven. 2000 RMB is echt helemaal niks. 250 euro. Ja. Hij is in de follow mode, ja. Ik vind het wel heel gezellig hoor. Zo'n hondje thuis, hoef je tenminste niet uit te laten. Doet het zelf. What other things can he do? You connect this to the internet. Yes. So you can ask him. Anything. You can listen to music, you can watch TV. Oh, like I see the screen, yeah. You can ask him the weather, what's the weather like tomorrow. Oh. And what's the newest news. Yes. Cute. You can dance if you want. Dance! Jezus, Mina. Er spreekt hier werkelijk niemand Engels. We hebben ongelooflijk veel moeite gedaan. Nou, in ieder geval, we hebben een paar verdiepingen gehad. We hebben de eerste 2 verdiepingen gehad. We hebben er nog 7 te gaan. En wel heel veel geweldig mooie dingen. Een spiegel, die vond ik fantastisch. Robotjes overal. Heel veel onderdelen, maar niemand kan er wat over te vertellen. Je kunt je pc mooi repareren. En ja, het is echt gewoon één groot walhalla. Ik hoop dat je het leuk vond, deze video. Maar het is maar het begin. We gaan morgen weer terug.